Mimoun Eloise Giri, van harte gefeliciteerd. Een zegen, die klinkt hè, 4-1 bij Lisse. Ja, ja, 4-1 is wat ruim. De laatste half uur gingen ze wat makkelijker in. Maar ik vond het wel verdiend. Als je kijkt naar de hele wedstrijd. We bleven voetballen, ondanks de 1-0 achterstand. We creëerden veel kansen ook in de laatste half uur van de eerste helft. En ja, in de tweede helft kwamen we er gewoon veel scherper uit, veel beter, vond ik. Ja, een beetje vals start natuurlijk met die vroege goal van Tom Zoontjes en daarna krijgen ze eigenlijk nog een kans. Ja, met een fout achterin. 1-1, een heerlijke redding natuurlijk van Moutje. En dat houdt ons wel in de wedstrijd. Ik bedoel, als je die tegenkrijgt, zou het maar een andere wedstrijd kunnen worden. Ja, jij scoort direct naar rust. Ja, een prachtige gelijkmaker hè? Ja, ja als ik scoor, dan scoor ik ze zo. Het is altijd naar binnen en schieten. Dus ja. Een metertje of 20? Ja, ik zou het niet weten precies, maar hij ging er lekker in. Hij ging er lekker in. En daarna ging Ajax eigenlijk steeds makkelijker voetballen, hè? Ja, ja, dat kunnen we ook. Ik weet niet wat er aan de hand was. De eerste kwartier, 20 minuten was het volgens mij. Een beetje zoekende. Had dat misschien met het gras te maken? Want jullie spelen natuurlijk bij voorkeur kunstgras. Zeker, denk het wel. Maar ja, dat mag geen excuus zijn, vind ik. Met voetballers en middenvelders die wij hebben, moet dat gewoon beter gaan. En dat ging niet. Je maakt ook nog de 1-3. Een beetje gekke goal, hè? De keeper trapt hem uit tegen de rug van een eigen speler. En vervolgens komt hij via Rozen, die een hakballetje geeft. Geeft hij maar jou. Achter de stambin, vanuit de lucht. Nam ik hem aan. Nog een schijnbeweging, want de keeper stond nog een beetje voor me. Ja, toen was ik er. Dus dan was, toen was het onmogelijk om te missen. Maar heerlijk. Vorige week tweede helft ingevallen, goed gespeeld tegen Sparta Nijkerk. Nu weer een goede wedstrijd. Ja, de trainer kan niet meer om je heen, hè? Ja, dat moet ik natuurlijk niet gaan zeggen hier, maar... Ik zeg het. Ja, jij zegt het inderdaad. Ja, het gaat goed. Ik was gewoon een tijdje geblesseerd, denk ik. En de voorbereiding had ik nodig. De trainer heeft mij goed de tijd gegeven, wat super belangrijk was, wat ik nodig had. Dus ik denk dat de trainer dat perfect heeft uitgestippeld om mij vorige week te laten starten. Een halve wedstrijd en nu een hele wedstrijd. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel.